Nou ja, Uit de cijfers van 2022 blijkt dat er 17 wasserijen zijn aangetroffen in dat jaar. En is dat dan meer dan eerder? Ja, er werden nooit eerder zoveel uh, wasserijen ontdekt. Wel is er al langer een stijging te zien, maar dus nog nooit zoveel als in 2022. Ja, is dat bij jullie ook echt zichtbaar, dus dat, er, nou ja, steeds meer, dat het steeds meer drukker is met dit soort onderzoeken dan, dan eerder? ja dat is uh, zeker zichtbaar ik heb ik heb vandaag nog even op nagekeken van 2023 hebben we toch weer meer locaties waarbij cocaïnewasserij of in ieder geval materialen van een cocaïnewasserij zijn aangetroffen dus meer dan in 2022 ja, ja. En dat betreft deels professionele locaties... maar ook een aantal uh, ja, appartementen, flatjes... waar cocaïne gewassen wordt op kleinere schaal. Ja, dus 2022 was al een recordjaar. Maar ik begrijp dus nu dat 2023 daar nog eens overheen gaat. De, cijfers, het aantal koper... de cijfers die wij hebben, die laten dat inderdaad zien. Ja, ja. want om hoeveel gaat het dan? Of is er... ik, ik had er nu 23 geteld. Zo. Dus dat is, uh, dat is nacht weer eentje meer. Ja, en, en, en de eerste keer dat er zoiets gevonden werd... stonden jullie er toen zelf ook van te kijken... van nou, wat ze nu allemaal weer, uh, weer bedenken? Ik, ik, ik durf niet te zeggen dat ik de allereerste cocaïnewasserij in Nederland heb gezien. maar mijn eerste was in 2007. En toen moest ik ook even. ja, wat is hier aan de hand? Want dat was. Ik, ik wist wel ongeveer hoe cocaïne geproduceerd wordt in de jungle. Als je dat dan zeg maar half gekopieerd. hier in Nederland ziet, dan is dat wel even. ja, dan ben je wel even verbaasd. Ja, en in de, in de loop van de jaren is het aantal dus alleen maar toegenomen. Giel, wat hoe, hoe, hoe verklaar jij dan die, die toename? Ja, ik denk dat de belangrijkste reden is, um, wat ik net ook al zei. Uh, er wordt zoveel cocaïne gepakt in de havens van Rotterdam en Antwerpen. Uh, en daar heb je over enorme ladingen. Um, dat op een gegeven moment criminelen gaan zoeken naar, uh, naar alternatieven. Een alternatief kan zijn dat je bijvoorbeeld in plaats van naar Rotterdam en Antwerpen vaart met je grote containerschip. Uh, dat je meegaat mm -hmm. op een vaart naar West-Afrika. en het via het Afrikaanse land, via Spanje, uh, zo Europa binnenbrengt of via Turkije. Dat gebeurt ook veel. Um, en de alter, andere alternatieve methode is dus bijvoorbeeld uh, het op te lossen in spullen zodat het niet meer te zien is op een scan. Ja, maar ze is dus wel ook een heel chemisch, ook gevaarlijk proces. Maar die, die risico's zijn ze dus bereid om te nemen. Ja, uh, blijkbaar wel. Um, en ik heb er zijn twee aspecten die nog wel bij komen kijken. Is één uh, financieel, dat is volgens mij het allerbelangrijkste: als het voor criminelen. Het gaat om geld. Ze, ze... alles draait ja. om geld. Hè. En uh, en zin zou je zeggen, je moet een hele kookwasserij... de kosten zijn, kom dan komt die kosten bij kijken. Uh, maar ja, goed, als jij het gewoon invoert via de haven, moet je iemand omkopen, moet je uithalers de haven insturen. Dus je dat als ook dat kan soort kosten? Helpen. Want hoeveel levert het dat dan op? Ja, nou ja, het is natuurlijk Maar hoeveel halen ze er uiteindelijk uit uit zo'n kookwasserij? Maar dat kan dus echt om miljoenen gaan uiteindelijk. Jazeker. Dus de straatwaarde wordt altijd een beetje geschat op 50.000 euro per kilo. Uh, dus nou ja, tel maar uit. Dan zit je al snel aan de miljoenen. Ja. En waar vind je die kookwasserij? Ja, ik bedoel, we weten ook alleen maar van de ontdekte we weten ook niet waar ze, waar ze zich allemaal af waar ze zich waar ze allemaal bevinden. Maar ik bedoel, kan je ze in het hele land vinden? Of is er nog, is er nog plekken waar zich dat concentreert? Ja, uh, ik kan me nog herinneren dat uh, inderdaad in 2022 was dat het geval. En het lijkt me logisch dat dat nog steeds het geval is. Uh, je ziet het op de plekken waar uh, die kook binnenkomt. Dus uh, in de beeld van de haven, in ons geval dus uh, Rotterdam of Antwerpen. Dus mm -hmm. met name in Zuid-Holland en uh, West-Brabant zag je veel van dat soort cocaïne. Ja, is dat bij jullie nog iets over te zeggen over de, de, de locaties? Nou, ik ben het wel met Giel eens dat Zuid-Holland is wel een gebied waar we veel van dit soort locaties tegenkomen. Maar ook in het oosten en in het noorden. Uh, Wordt er cocaïne gewassen? Yeah. Nou ja.